gasten van Gewone Gasten, leuk jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Johan. En ik ben Sven. En wie zit er in de achterkant? Ik ben David. Hey David. Vertel maar, wat gaan we doen? We gaan even naar de bioscoop. Oké, ja, we zijn eigenlijk al een hele tijd wakker, maar ik was lui. Want ja, dat zijn we vaker, wij zijn altijd lui. Wij zitten nu in de auto onderweg naar de bioscoop in Ede. Want ja, we zijn een week weg, ik tenminste, en Sven die kwam even langs. Leer maakt even een verse milkshake. Kijk, tadaa. Oh, hallo. Fuck, ik krijg geen kapje bij, nou, dat is een beetje jammer. Wat krijgen jullie hierbij? Je bent genaaid. Maar dit schijnt een verse milkshake te zijn. Is je lekker? Ja. Oké, ja. Dat is niet verkeerd. Maar het is een beetje een milkshake idee van de Albert Heijn. Weet je, als je een keer moet shaken. Is dat dat? Dan is hij niet vers. Nee, maar het smaakt wel. Dan word je genaaid. Oké, we zijn dus nu op zoek naar de zaal. We hebben wat eten gehaald, wat drinken. Ja, en ik heb zelfs een beker gekregen, terwijl dat eigenlijk niet de bedoeling was. Maar we zoeken nu de zaal en dan gaan we daar een filmpje kijken. Ik heb ook een bekertje. Hij heeft er ook een. Ik heb wel swag met deze bril. Nou. Ik vind hem echt vet, man. En ik? Ja, jij niet. Nou, eigenlijk wel. Gangsters. Het scherm is wel een beetje klein eigenlijk. Hij is een beetje vierkant, lijkt hij wel. Ja, maar hij lijkt vierkant. Thuis is nog groter. Ja, je tv thuis is groter. Gaaf. Nou, op realisatie, de plek. Het is best wel groot hier, zeg maar. Okay, zo wel. Hey, we zijn nu uit de bios. Oh, het licht gaat ook aan. Top, lekker. Oh, en de verwarming gaat ook aan. Lekker bezig. We zijn uit de bios en ja, weet je, het is in één keer donker, het is koud, het is -1. En ik heb geen jas aan, dus dat is echt veel te koud. Sven, wat vond je ervan? Oh, wat een lachen. Ja, ik vond het ook wel lachen. Ik heb verder helemaal geen Star Wars gekeken of zo, dus ik snapte het niet echt. Maar volgens mij kan je het gewoon kijken en boeit het geen zak. Maar het was wel leuk. We gaan nu wat eten zoeken. En we hebben een van de vistent gezien, want we hadden trek in vis. Ja, nogal. Ja, ik weet niet. Heb je trekken tot in vis. Dus we gaan vis zoeken en dan gaan we lekker vis eten. De vis kunnen we dus niet vinden. Dat is dus gewoon gesloten en dat gaat hem niet worden. Maar wel een Mac. En we zijn eerst naar een Mac geweest in Ede, maar daar kan je niet parkeren. Dus echt vet kansloos, omdat het in een winkelcentrum zit. En we gaan nu dus naar langs de A12, gewoon langs de snelweg. Helemaal prima, daar kan je vast wel parkeren. Dus dat komt goed. Oh, fuck, nee je. Wat nou weer? Heb je hem weg? Ja, nee, jij zegt misschien dat die gesloten is. Gesloten. Waarom zou je een Mac sluiten om het 4:15? De meer. Kwart voor 7. Nee, hij gaat naar de verkeerde. Hij moet naar Veenendaal A12. We zoeken een Mac en een Mac sluit om 7 uur. Wie sluit er een Mac om 7 uur? Echt serieus. Het is wel in het centrum. Ja, hij is 24 uur geopend. Deze is 24 uur. Oké, okay, top. Het is in het centrum, maar dan is het nog vaag. Dat is nog bedoel, vaag, dat klopt. Mensen eten toch om rond 7 uur? Ja. Gas, we gaan. Het ziet er hier licht uit, maar dat is het dus echt niet. Het is gewoon donker. Mist als de tyfus. Je ziet gewoon helemaal niks. Eén geruststelling, nog 4,5 kilometer. Dat wel. Dan gaan we eten! McDonald's! Dat is wel vet, McDonald's en zo. Lekker, duimpie. Of course, het is de Mac geworden natuurlijk. Ah, lekker, Mackie. Gewoon een chaos binnen. Het is sowieso chaos, maar... Mac drijfje kunnen pakken nu. Mackie. Eén ding is zeker, McDonald's, dit ding. No go. Zelf afhalen, toch? Touchscreen is echt kansloos. Nee, zelf afhalen. Ja. Nou, dat was fase Mac. Drukke bende, niks werkt, alles lastig. Maar we zijn onderweg terug. We hebben nu nog meer mensen in de back. We zitten in de auto. Dat was fase Mac nu dit keer. De muziek gaat aan. Let's go. Zo, en dan sta ik in één keer in mijn kamer. Ben ik niet meer bij de auto, ben ik niet meer bij de Mac, ben ik niet meer bij de bioscoop, maar sta ik weer thuis. En heb ik oud en nieuw achter de rug zitten en is het 2017. Ik wil hier nog een... fijn en gelukkig nieuwjaar wensen. Ja, ik weet niet of het bij jullie was, maar bij mij was het echt een top oud en nieuw. Ik vond het helemaal geweldig. Shoutout naar alle guys, girls, iedereen die erbij was bij ons feestje. Echt onwijs tof dat je er was. Het was echt onwijs leuk. Ik zeg volgend jaar weer, waarom geen elk weekend? Maar dat kan niet. Ik wil jullie bedanken, het was echt onwijs tof. Ik hoop dat het bij jullie ook tof was, voor de mensen die er niet bij waren. Meer heb ik eigenlijk niet te zeggen. Ik zou zeggen, doe alvast een blauw duimpje omhoog. Abonneer als je dat nog niet gedaan hebt. En blijf ons natuurlijk gewoon volgen in 2017. En ik zeg, later.